Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Het is nou, bijna 8:30. Tijd voor koffie, in mijn geval cappuccino. En ik heb hier de Cool Cooking cappuccino klopper. Dus we pakken even, in dit geval hebben we gewoon halfvolle melk. Schijnbaar is het wel een stuk makkelijker en beter als je volle melk gebruikt om cappuccino te kloppen. Maar nou, weet je, we drinken altijd halfvolle melk. Dus om nou speciaal voor die paar koppen cappuccino iets anders te pakken. Oh, ik zal even laten zien. Er zit een soort kloppertje daar in het midden. Misschien als ik hem een beetje schuin doe, dan zie je een beetje. Maar dat is, je doet de deksel erop. Er staan van die streepjes aan de zijkant. Tot daar kun je zeg maar gewone melk doen om te kloppen. En als je tot hier kan het zeg maar gewoon, dan verwarmt die zeg maar de melk. En dan wordt het zeg maar geen schuim. Nou, eigenlijk vrij simpel. En hij begint nu te kloppen. Dus nou, in ons geval hebben we dan sinds kort een espresso. Ik moet zeggen, wel lekkere koffie. Aanzetten. Nou, ik heb er in principe slechte gewoonte, maar ik doe er nog suiker in. Dat worden voortaan pilletjes, maar prima. Dus die gaan er vast bij. Een lepeltje natuurlijk, want we willen natuurlijk cappuccino hebben. Nou, ondertussen staat die daar te kloppen. Dus nou, dat gaat verder goed. Het dus gaat eigenlijk verder automatisch. Er zit een stevig deksel op. Hij is druk bezig. Ondertussen wordt de melk verwarmd. Dus het gaat eigenlijk in één moeite door. Nou, de espresso is klaar. Die hadden we natuurlijk wel alvast aangezet. Anders hadden we daar iets langer op moeten wachten. Maar dat gaat ook vrij snel. Je hebt dit ding ook van Nespresso. En die hebben we ook gehad. Kijk, daar staat hij nog. Helaas, min of meer een beetje afgedankt. Principe was, of is eigenlijk hetzelfde. Alleen, we zijn toch iets tevredener over deze unit. Zo komt het eruit te zien. Je ziet vrij dik. En dan zit er onder altijd nog wat melk ook. Dus je kan ook zeg maar meteen eigenlijk een soort latte maken of zo. Maar weet je, dit is gewoon het schuim. Nou, blijft aan je lepel plakken. Dus dat is die shit. Nou, doe er nog twee lepeltjes bij. Nou, er is dan nog eigenlijk genoeg, eigenlijk prima voor twee koppen. Als je hem een beetje tot het maximum doet. En dan hebben we een prachtige cappuccino. Eventueel nog wat cacao erover. En ik heb het even opgenomen. Binnen 3 minuten. Uit en thuis. Inclusief koffie zetten. Melk erin en eruit. Prima, top. Cheers.